Barendrecht stond op scherp. Koningin Juliana startte haar eendaagse werkbezoek aan enkele gemeenten in Barendrecht. En die eervolle taak namens Heer Jansdam, Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk werd door Barendrecht groots aangepakt. Het deden hierover zelfs geruchten de ronde over de waanzinnig hoge kosten die dat bezoek zou vergen. Op het plein voor het gemeentehuis hebben 2000 verklede schoolkinderen zich verzameld om begeleid door de jeugdfanfare het Wilhelmus te zingen. En bovendien mag de 12-jarige José Hogebrugge de koningin bloemen aanbieden. Rond 10:30 arriveerde de majesteit en kon burgemeester Van Hofwegen zijn collega's aan haar voorstellen en haar begeleiden naar de raadzaal, waar dames in IJsselmonds kostuum haar koffie aanboden. Er werd zo een prettige sfeer geschapen waarin burgemeester Van Hofwegen een uiteenzetting kon geven over de agrarische aspecten van het oostelijk deel van het eiland IJsselmonde. Daarna begaf het gezelschap zich naar het balkon van het gemeentehuis, waar ze met gejuich werden begroet. Tot slot werd de majesteit, waarschijnlijk voor de zoveelste keer, uitgelegd hoe je klompen maakte en vlas hekelde, en mocht ze een groepje volksdansers bewonderen. Na deze opfriscursus vertrok de stoet naar Ridderkerk. Voor al deze feiten kom ik terecht bij het fotoarchief van Anevo en een artikel in de Volkskrant die uitgebreid verslag deed van het hele werkbezoek. Barendrechter Dick van der Hee, die deze filmopname maakte, had echter meer belangstelling voor de prachtig verklede kinderen. Of hij kwam te laat om Juliana zelf te kunnen filmen. Zijn 2 dure kleurenfilmrolletjes gebruikte hij in ieder geval voor de kinderen en hun afmars naar school. En die hoge kosten? Wel, Barendrecht kan gerust zijn. Zo meldde burgemeester Van Hofwegen enkele weken later in de gemeenteraadsvergadering. Het heeft geen 45.000 gulden gekost, zoals in een circulaire van de aan de provo's gelieerde Oranje Vrijstaat stond, maar slechts 8.000 gulden. En dat was met inbegrip van het herinneringsgeschenk dat alle schoolkinderen hebben gekregen.